Hello from the children of planet Earth. Herzliche Grüße an alle. Bonjour tout le monde. Hartelijke groeten aan iedereen. Diep in de verre uithoeken van de ruimte, voorbij de grenzen van ons eigen zonnestelsel, verkent een eenzaam ruimtevaartuig de interstellaire ruimte, Voyager 1. Aan boord bevindt zich een mysterie dat eeuwenlang in de duisternis van de ruimte zal voortleven. Een gouden grammofoonplaat, een boodschap van de mensheid wachtend om ontdekt te worden. Maar door wie zal deze gouden plaat ontdekt worden? En zullen deze audiofragmenten überhaupt ooit ontdekt worden? De zoektocht naar buitenaards leven ontwikkelt zich elke dag verder. Buiten ons zonnestelsel, in een oneindig universum bezaaid met biljoenen sterren, cirkelen ontelbare exoplaneten rond hun eigen zon. Sommige lijken zelfs heel erg op onze aarde, met de juiste omstandigheden voor leven zoals wij dat kennen. Welke kandidaten staan vooraan in de rij? En staan we op het punt om buitenaards leven te ontdekken? Onze eerste kandidaat is een exoplaneet die zich op kosmische schaal relatief dichtbij ons bevindt. Het gaat namelijk om de exoplaneet Proxima Centauri b. Deze exoplaneet draait rond onze dichtstbijzijnde ster Proxima Centauri. Proxima Centauri b is een rotsachtige planeet, iets groter dan de aarde, in de bewoonbare zone van zijn ster. Dat betekent dat er mogelijk vloeibaar water aanwezig is op het oppervlakte van deze planeet. Het betekent dat de afstand tot zijn ster niet te ver is, waardoor de planeet niet bevroren is, maar ook niet te dichtbij, waardoor het niet te heet is. De juiste temperatuur is een cruciale factor voor het ontstaan en onderhoud van leven zoals wij dat kennen. De atmosfeer van Proxima Centauri b speelt ook een essentiële rol. Een beschermende atmosfeer kan de planeet behoeden voor schadelijke straling en de juiste chemische omstandigheden creëren voor het ontstaan van leven. Wetenschappers hebben nog beperkte informatie over de atmosfeer van Proxima Centauri b, maar met geavanceerde observatietechnieken, bijvoorbeeld door de James Webb Space Telescope, hopen ze in de toekomst meer te ontdekken. De aanwezigheid van gassen zoals stikstof, zuurstof en waterdamp kan indicatief zijn voor een atmosfeer die bevorderlijk is voor leven. Hoewel er veelbelovende kenmerken zijn die Proxima Centauri b aantrekkelijk maken voor de mogelijkheid van buitenaards leven, moeten we ook voorzichtig zijn. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen en het vereist verder onderzoek en technologische ontwikkelingen om definitieve conclusies te trekken. Maar tot die tijd houden we onze dichtstbijzijnde exoplaneet nauwlettend in de gaten. De volgende kandidaat waarop mogelijk buitenaards leven te vinden is de exoplaneet TRAPPIST 1e. Dit is een van de 7 exoplaneten in het TRAPPIST 1 stelsel. Ook deze rotsachtige exoplaneet bevindt zich in de bewoonbare zone van zijn moederster en dus is er de mogelijkheid dat er vloeibaar water aan te treffen is op het oppervlakte. Net als Proxima Centauri b draait deze exoplaneet om een zogeheten rode dwergster. Deze ster met een massa van slechts 8% van de massa van onze zon is ultrazuinig in het gebruik van haar brandstof. En dus kunnen deze sterren wel 4 tot 5 biljoen jaar stabiel blijven. Dat is 500 keer langer dan onze zon. Deze stabiliteit biedt meer kans op de vorming van leven op exoplaneten die om rode dwergsterren heen draaien. Dit in combinatie met de juiste atmosferische eigenschappen zou de mogelijkheid op leven nog meer kunnen vergroten. Vastgesteld is dat TRAPPIST 1e een compacte, waterstofvrije atmosfeer heeft. Net zoals de rotsachtige planeten in ons eigen zonnestelsel. Dit vergroot de kans op bewoonbaarheid nog meer. Ook wordt aangenomen dat de massa van TRAPPIST 1e en tevens veel van de andere exoplaneten in het TRAPPIST 1-stelsel voor een groot gedeelte uit water bestaat. Bij TRAPPIST 1e zou het gaan om ongeveer 5% van de totale massa. Om dat te vergelijken met de aarde, al het water op onze planeet vertegenwoordigt slechts 0,02% van de totale massa. Oftewel, op TRAPPIST 1e is enorm veel water te vinden. Dit in combinatie met de eigenschappen van de atmosfeer maken deze exoplaneet een serieuze kanshebber voor het herbergen van leven. Ook hier zal de James Webb Space Telescope zijn Havix-oog op richten de komende tijd. Exoplaneten komen volgens wetenschappelijke theorieën overal in het heelal voor. Proxima Centauri b en TRAPPIST 1e staan op kosmische schaal nog vrij dicht bij onze aarde. Maar de volgende exoplaneet die mogelijk buitenaards leven bevat, is niet bepaald om de hoek.
Op ruim 1400 lichtjaar afstand van onze aarde bevindt zich exoplaneet Kepler-452b. Niet geheel verrassend bevindt ook deze planeet zich in de bewoonbare zone van zijn ster. Kepler-452b was de eerste exoplaneet die werd ontdekt die om een op onze zon lijkende ster draait. Ook is Kepler-452b een stuk groter en zwaarder dan onze aarde. Dit wordt ook wel een superaarde genoemd. Gezien de omvang van deze exoplaneet is de kans op vulkanische activiteit een stuk groter. Ook dit vergroot de kans op bewoonbaarheid aanzienlijk. Maar volgens wetenschappers zijn we wellicht net te laat om buitenaards leven aan te treffen op Kepler-452b. Zijn moederster lijkt sterk op onze zon, maar is ruim 6 miljard jaar oud. Dat is 1,5 miljard jaar ouder dan onze zon. En ook Kepler-452b wordt hierdoor gezien als een oudere neef van onze aarde. De temperaturen op deze exoplaneet nemen dan ook langzaam toe doordat zijn moederster steeds groter en heter wordt. Dit komt door de oudere leeftijd van deze ster. Of we dus ooit bestaand leven gaan aantreffen op Kepler-452b is maar de vraag. Maar wetenschappers sluiten niks uit. Zelfs bij de ontdekking van vroeger leven zal dit een van de belangrijkste ontdekkingen zijn in de geschiedenis van de mensheid. In de eindeloze uitgestrektheid van het universum is het bestaan van buitenaards leven een vraag die nog onbeantwoord blijft. Maar elke ontdekking, elke stap vooruit in ons begrip van exoplaneten, brengt ons dichter bij het onthullen van leven buiten onze eigen wereld. Onze nieuwsgierigheid, gedrevenheid en nieuwe technologieën breiden onze zoektocht naar buitenaards leven verder uit naar nieuwe grenzen. Maar gaan we ooit buitenaards leven vinden in dit oneindig grote heelal? Misschien, ergens diep in de verre uithoeken van het heelal, bevindt zich een wereld waarop het leven bloeit en evolueert. Misschien lijkt het op het leven wat wij kennen, maar misschien is het wel alles wat we niet verwacht hadden. Wij zijn de pioniers, de dromers en de ontdekkingsreizigers. De mensheid zal blijven zoeken, met de hoop dat we ooit het ultieme antwoord zullen vinden. Dat we niet alleen zijn in dit bijzondere en oneindige universum.